sta hier mede namens mijn collega's van Future Matters. Een bijzonder samenwerkingsverband die samen met u aan de slag wil om de toeristische sector verder te verduurzamen. Het is een bijzondere eer om naast deze inspirerende winnaar van de Groene Veer het podium te mogen betreden. Te meer ook omdat Gert Nieboer ook een van de 7 peer reviewers of proeflezers was van ons boek. Dank daarvoor. Ik zie ook anderen hier zitten en daar zijn we heel blij mee. Ik neem u de komende 5 minuten mee op een expeditie. U kwam al binnen via een soort shuttle, dus we gaan een stukje naar de toekomst. 2 jaar geleden nam ik net als u vandaag deel aan de Duurzame Woensdag van de AVR. En na die bijeenkomst heb ik Frank Oostdam aangesproken om samen eens verder te praten over duurzaam toerisme. En enkele weken later, zat ik met Frank en Mirjam in Baren te praten over mijn masteronderzoek transitie naar duurzaam toerisme. En aan het eind van dat gesprek daagde Frank mij uit om dat onderzoek om te zetten in een praktische werkwijze voor de reisbranche. De vraag, duurzaam toerisme, hoe doe je dat? Hebben wij beantwoord in het boek, duurzaam toerisme doe je zo. Hierin komen 2 van de DNA-facetten die Frank in zijn inleiding al aanduidde naar voren. Innovatie en samenwerking. En met het schrijven van dit boek hebben wij een deel van onze verantwoordelijkheid genomen voor de sector. Dit boek staat niet op zichzelf. Het is een logische stap in de ontwikkeling van duurzame samenleving die in 1972 begon met de inzet van het rapport van de Club van Rome. In 1987 kreeg dit VN-rapport een vervolg als Our Common Future, breder bekend als het Brundtland-rapport. En hierin staat onder andere een toekomstvisie voor de samenleving voor 2012. In 2010 kwam een vervolg door het crowdsourcingsproject van de Nijmeegse hoogleraar Jan Jonker. Hij noemde dit project OCF 2.0. Via zijn sociale netwerken riep Jonker op mensen die samen met hem naar de duurzame toekomstvisie voor ons land wilden kijken en om samen een visie te beschrijven voor 2035. Ruim 400 mensen gaven gehoor aan die oproep en binnen 9 maanden was het boek Duurzaam Denken en Doen een feit. Een van die 19 hoofdstukken van dit boek beschrijft de toekomst van duurzaam toerisme in ons land. En 5 co-auteurs van dit hoofdstuk hebben na publicatie de samenwerking Future Matters opgericht. We zijn door Tom Vermeulen, hier ook aanwezig, van NRIT Media benaderd om dit hoofdstuk van toerisme uit te werken in een boek. En op dat moment kwam de uitdaging van Frank en de uitnodiging van RIT kwamen samen op 1 punt. En het resultaat mag ik u dadelijk laten zien. Het Management Doe Boek, Duurzaam Toerisme Doe Je Zo. Dit boek is opgezet als een reisgids naar 2038. En tijdens de expeditie wordt u begeleid door 5 begeleiders. Ik noem ze even bij name, mijn co-auteurs Remco Timmermans, Kirsten Jansen, Sander Elzeman en Miranda Bens. Dit boek hebben wij geschreven voor u. Het is een praktisch hulpmiddel om samen met u en uw collega's de ontwikkelingen aan duurzame organisatie en duurzaam toerisme vorm te geven en om zelf uit te werken. Want Mr. Goodwin zei het al vanmorgen, u moet zelf aan de slag. Wij bieden u met dit boek interactie en een dialoog. Mr. Goodwin zei ook, de toekomst is wat wij er zelf van maken. En hij gaf een oproep tot actie. Die oproep hebben wij voor u beschreven in 4 stappen. Een reisroute in 4 stappen. En u stelt samen in stap 1 met uw collega's de duurzame visie op. Samen met uw collega's, precies zoals Gert dat zei, wij doen dat in een groot team met 6 mensen. Vergelijk dat ook maar met de toekomstvisie van de AVR voor 2025. En zoals Mr. Goodwin zei, u kunt daarmee het onderscheid maken naar de klant en naar de sector. Nadat u deze toekomstvisie samen heeft beschreven, kijkt u hoe deze visie past in relatie tot enkele duurzaamheidsprincipes. En daarvoor hebben wij een hulpmiddel voor u gemaakt, wat wij noemen de 3V-3P-matrix. De 3V's, vervoer, verblijf, vermaak, gekoppeld aan de 3P's, people, planet, profit. Om een goed rendement te behalen met uw business,
vult u 9 vlakken in van het business model canvas. En in de laatste fase controleert u of uw nieuwe business model past binnen de eerder gestelde duurzaamheidsvisies. Ieder hoofdstuk is herkenbaar opgezet. Dus na de inleiding komt een stukje theorie en wordt gevolgd door inspirerende kaders in de vorm van een expedition, een best practice, een off the beaten track en daarna gaat u aan de slag. De opdrachten, interactie en samenwerking. En als u die opdrachten heeft gemaakt, dan heeft u aan het eind van het lezen van het boek, dat bestaat uit 252 pagina's, heeft u uw eigen expeditieroute klaar liggen. U kunt dan zelf aan de slag en u kunt zelf verder. De opmaak van het boek is uitnodigend en eigentijds. Herman Wijfels beschreef het als een mooi en welkom boek dat zeker zijn weg zal vinden. De prachtige foto's aan het begin van ieder hoofdstuk zijn gemaakt door onze eigen cosmonaut André Kuipers. En mede door deze unieke beelden nodigen wij u uit om eens anders naar de aarde te kijken. Anders naar uw werkveld. De planeet is de voedingsbodem van de toeristische sector. En ik kom nu tot het eind. In dit boek kijken wij naar een gezonde toekomst voor de branche. En Mr. Goodwin zei het al, the future is here today. Op pagina 100 staat een tijdsbalk met de ontwikkeling van duurzaam toerisme. En u kunt daarop lezen dat wij in 1999 aangeven dat de United Nations World Tourism Organization toen de Global Code of Ethics for Tourism presenteerde. Op deze pagina staat ook dat vandaag deze code door het ANVR wordt ondertekend. Oftewel, een historisch feit waar u vandaag getuige van bent, staat al in dit boek. Voor ik het exemplaar overhandig aan Frank Oosdam, wil ik NMT bedanken voor hun vertrouwen en steun. En u uitdagen, want de uitdaging is nu aan u, om samen aan de slag te gaan. Our future matters. Kom in actie. In de pauze kunt u het prachtige boek kopen hier in de ruimte. Frank, ik ben vereerd dat ik jou het eerste exemplaar mag geven. Dank voor de poging, dank voor de uitdaging. En ontzettend bedankt voor alles wat jij voor de branche hebt gedaan als directeur en voorzitter van ANVR. Dankjewel.